Ik wil het vandaag even hebben over virtual reality, terwijl ik hier in een Division Kings setup sta, gewoon in de studio. Ik ben level 30 en ik heb gele gear. Vind ik nice. Virtual reality. Ik heb, als je GameKings in de gaten hebt gehouden of andere websites of weet ik veel waar je je game nieuws checkt, dan zie je heel veel virtual reality. De HTC 5 zit eraan te komen, de Oculus Rift en natuurlijk de PlayStation VR. De Oculus heeft bijvoorbeeld een launch line-up bekendgemaakt van ongeveer 30 games. Waaronder A-Drift en E-Valkyrie en god noem het maar op, zoek het maar op. En dan hebben we ook nog de HTC 5, die geen exclusives hebben ze gezegd. Dat vind ik opvallend, want ik heb net een Valve game gezien. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe die game heet. Die kan me niet voorstellen dat die naar andere VR-apparaten komt. Maar misschien werkt die ook op een Oculus Rift. Dat weet ik verder niet. Ding is met virtual reality dat dus de HTC en de Oculus Rift staan natuurlijk op een hoge prijs in de markt. De PlayStation VR op 399, heeft Boris ook allemaal verteld in de Games Extra. Hij zei dat het de PlayStation VR vooral op mainstream gemarket is. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben het er niet 100% mee eens, eerlijk gezegd. €399 vind ik namelijk wat veel, al is het weinig voor VR, maar wat veel voor een mainstream audience om zomaar eventjes een PlayStation VR headset te gaan zitten kopen. Wat ik wel merk, en daar ik snap zijn beredenering namelijk wel, is dat er heel veel games zijn die bepaalde mainstream dingen doen. PlayStation VR Worlds geeft me heel erg een Wii Sports vibe, omdat je 5 dingen krijgt die je kan testen met VR. Het is heel erg een showcase voor dat ding. En het had de Wii natuurlijk ook met Wii Sports en het had Kinect met al die Kinect gekke shit. En wat dat betreft vind ik het gevaarlijk dat het straks die kant op gaat. En ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Want ik zie in VR wel gewoon een toekomst zitten, weet je. Ik bedoel, een race game of een vooral een space sim game of die Star Wars Battlefront, die hopelijk ook niet de mainstream gaat zijn, wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Zijn games die gewoon zeer interessant zijn om ook zo'n platform te pushen. Want je moet iets hebben om dat voor €399 te kunnen verkopen. Dan kan je natuurlijk zeggen van hey, €399, mensen kopen het blind, zie je ook. Amazon UK was al door de launchstok heen. Als je nu daar gaat bestellen, krijg je hem ver na de launch. In Nederland heb ik nog niet zulke gekke dingen gezien. Ik heb hem bijvoorbeeld zelf ook besteld. En volgens mij krijg ik hem dan gewoon op launch binnen. De HTC 5 en de Oculus Rift die gaan volgens mij iets minder hard, maar goed, daar hebben we het al over gehad. Natuurlijk, hogere prijzen, een PC nodig, €1500. Dat moet gewoon, content moet eerst gaan bewijzen of je dat geld eraan aan uit gaat geven. Wat ik alleen een beetje heb, is dat ik niet hoop dat de HTC 5 en de Oculus Rift op de PC een hardcore audience gaan aanspreken. En dat de PlayStation eigenlijk alleen maar dit soort shit gaat doen. VR worlds en gewoon allerlei gimmicky shit. Ik ben daar persoonlijk een beetje bang voor. Het is misschien een beetje een open deur in trappen, maar ik ben daar persoonlijk een beetje bang voor. Aan de andere kant, het zegt wel genoeg dat ik hem al heb besteld. Ik ga gewoon vol mee op de hype totdat iets anders me wat anders bewijst. Ik hoef geen PlayStation VR Worlds, ik hoef geen PlayStation Move. En ik ga ook geen PC voor €1500 kopen, dus dit is eigenlijk mijn enige optie. Goed. En je bent nog niet klaar natuurlijk voor €400. Je moet die Move hebben voor bepaalde games. Ik ga het niet halen. Ik hoef die games niet. Maar je hebt ook dat cameraatje nodig. Wat ik wel zag ook vandaag is dat er een apparaatje bij komt. Als die processor power een GPU volgens mij toevoegt. Zodat dat ding normaal kan gaan draaien. Want een PlayStation 4 kan zelf al niet eens vaak 60 frames per seconde 1080p. Dus waarom wel 2 keer? Dus er wordt iets aan toegevoegd. Vind ik opvallend voor die prijs. Aangezien Sony ook gewoon winst blijft maken. Dus, goed, we gaan het zien. We gaan het hartstikke hard zien. Ik hoop dat ik deze game, The Division, ooit een keer in VR kan spelen. Hoewel dat niet echt sens maakt in third person. En ik vroeg me net ook af wie deze guy is. Wie is deze guy? Ik wil dat deze guy zich eventjes in de comments meldt. Want ik zie die guy altijd, hij zit altijd tegenaan te gluren. Ik wil weten wie dat is. Laat me even weten wie die guy is.